Hut nummer 43. Ja, beste mensen, je krijgt mij helemaal niet gekker in deze modder, hoor. Het maakt me ook helemaal niks uit. De zon schijnt en de meiden van Hut 43 staan er klaar voor. Meiden, wat gaan jullie doen vanavond? Slapen. Feesten. Feesten. Ik hoor feesten, ik hoor niet slapen en ik hoor keten. Dus volgens mij wordt het één grote puinhoop vanavond, of niet? Ja, denk ik wel. En wie blijven er nou allemaal in de hut? Wij en een paar jongens en ook nog Britt en Dan. En ik... Wacht even. Jullie blijven in de hut en ik hoor nog een paar jongens en ik hoor Britt en Dan. En één momentje even. Dan wil ik toch eventjes weten van Evelien. Hoe zit dat dan met die jongens? Gewoon vrienden hoor. Spelletjes. Gewoon maar een beetje spelletjes. Ja. Oh, oké, dus er zit niet toevallig een jongen tussen dat jullie zeggen, ik heb een crush op hem? Nee. Oh, ik zie jou een beetje kijken zo van, nou... Nee, echt niet. Ik zweer het. Oh, oké, nou ja, het zou zomaar kunnen, hè, meiden? Ik weet het niet. Ik bedoel, ik ben er niet vanavond. Ik ga naar huis, naar de feestavond. Dus jullie moeten er zelf een beetje, ja, de rest ervan een feestje van maken. En dan vannacht, wat gaan jullie doen? Gaan jullie dan slapen als er geroepen wordt slapen of wordt het toch een beetje keten? Nou, we gaan gewoon niet slapen. We gaan gewoon feesten en zo en alles leuke dingen doen. Ja. En ik zie al een heleboel versieren hangen in jullie hut, allemaal vlaggetjes. Hebben jullie ook allemaal lichtjes nog erin hangen? Ja, heel veel lichtjes. Allemaal daar zo en daar zo. En is er vanavond ook nog wat te eten in de hut, Elvie? Ja, we hebben een schatkist vol snoep en popcorn. Dus, en chips en zo. En nog een pak drink. En we hebben zo'n kast met allemaal een kast met chocomel, een kast met dubbelfris aardbei. En die blauwe dubbelfris. Ik denk dat ik vanavond dan misschien toch maar even een uurtje langer blijf, meneer Henk. Wat denk jij daarvan? Ja, hij zit te knikken achter de camera. Hij denkt ook van, nou, ik blijf even. Dan moet je hier wezen, hè? Onthoud dat, hut 43. Daar kan je het dus halen. Er is drinken, er zijn snoepjes, chippies, lichtjes, gezelligheid. En je kan hier keten. En stem zeker op ons. Met de mooiste hut en alles. Gewoon alles op ons. Ja, want tijdens de bonte avond wordt ook nog bekendgemaakt dan wie de mooiste hut heeft. En, dus meiden... En dan wil ik één grote yell horen dat ze op jullie moeten stemmen. Dus kom op bij mij, de 1, 2, 3, laat je horen. Yeah! En van hut 43 gaan we naar hut 42. En meiden, stel jezelf even voor. Ik ben Jasmijn. Ik ben Tess. Ik ben Demi. En jullie zitten met z'n drietjes hier in hut 42? Ja. En wat hebben jullie hier nou gemaakt op de hut? Want ik zie daar zo'n heel groot bouwwerk op staan. Wat is dat? Dat is een ijsvlok, omdat het winterwonderland is. En... Sommige mensen denken dat spek is ook lekker. Oké, ja, nou dat zie ik er ook wel in. Maar je hebt ook nog drop in die vorm, dus dat is eigenlijk zeg prima. En vanavond, wat gaan jullie doen? Ja, nou, misschien slapen, maar vooral heel veel chillen. Heel veel chillen. En ga je ook nog straks een beetje dansen bij DJ Dano? Denk het wel, ja. Dus dat moet wel goed komen dan? Ja. Oké, meiden. Nou, hartstikke goed. Ik wens jullie heel veel plezier vanavond. En als jullie hier toch vanavond blijven, slapen of keten? Ja, ik weet nog niet zeker of ik ga slapen, maar ik denk het wel. Waarschijnlijk keten. Oh, oké. Okay. Nou, ik ga het meemaken. We gaan het zien voor vanavond. Veel plezier. Ja, ja, jullie ook. Ja. Hey meiden, lekker bezig. Hut 47. En wie zitten er in hut 47? Floor, Marit, Tess, Janne, Puk. Floor, Marit. Kijk, en daar is dan Marit. Zo, dan hebben jullie allemaal elkaar voorgesteld. Helemaal top. Ja, helemaal goed. Nee, dan weten we precies wie er allemaal in de tent zitten. Maar jullie hebben nou een beetje hier deze hut versierd. Ik zie ijspegels hangen. Ik zie wat knuffels. Ik zie een, twee zeehonden op een foto. Dus nou, hartstikke leuk dat Henk en Rob ook op de foto staan bij jullie hut. Nou, fantastisch. Waarom zet je de camera nou uit, Henk? Hey meiden, wat gaan jullie vanavond doen? Eigenlijk niet slapen. Nee. Niet slapen. Je weet dat er iemand van de leiding links naast me staat, hè? Ja, maar misschien 1 seconde slapen en dan, ja. Gewoon lekker slapen. Oh, 1 seconde slapen, een bakje thee en dan keten. Ja. Ja. Ja, ja. Nou, mensen, het is echt super leuk bij de hutte week. En ik hoop dat jullie ook allemaal volgend jaar komen. Dag, schatjes. Ja, en ze zijn volgens mij allemaal nog niet helemaal zen. Maar ze zijn dan wel druk aan het opwarmen. Dit is... yoga en nu worden ze even zen.
zoals u ziet. Ze gaan op één been staan. Oh, ze moeten stil zijn in de zaal. Ik zal even mijn mond houden. Zometeen kunnen beginnen met de yoga. En het is een beetje te prutterig om onze handdoekjes en zo neer te leggen. Dus wij hebben staande yoga bedacht. Ja, maar dit is ook wel de tweede yogales, hè? Ja. Was er ook één om twee uur. En geen yoga matje nu? Nee, als je kijkt, ik denk dat je zelf nu al weet wel wat de vloer hier is. Dat is echt heel smerig om daar te gaan liggen. Dus we hadden besloten om dat niet te doen. Ja, precies. Maar kijk, ik bedoel, ze zijn allemaal heel druk bezig nu en een beetje aan het springen. Maar yoga is toch meer dat je een beetje tot jezelf komt en helemaal... Ja, kijk, we gaan dus zeg maar eerst gaan ze heel druk doen, daarna gaan ze weer tot rust komen, druk doen, tot rust komen. Dat is goed voor de hartbeweging, dus dat vonden we nodig. Ja, precies. Dus, maar dit is toch ook een beetje dat je dan het gevoel hebt dat je er een beetje, ja zeg maar, ook in de tantra bezig bent? Ja, maar ja, we vonden dit vonden we gewoon belangrijker, dat je ook... hard bezig ben en ook weer daarna tot rust kan komen, dan kan je dat meerdere keren voelen, ja, zodat je het echt voelt. Een beetje meer agressief. Ja. Ja. Dus daarna het is dus een beetje hard bezig zijn en daarna gewoon even helemaal, zoals zij laatst al aangaf, dan word je weer helemaal... Zen. Nou, dat bedoel ik. Yoga. Eventjes wat afwisseling te hebben, want zometeen overbelast je alles en dan kan je weer helemaal zen zijn. Ja, en om 9:30 s'avonds is er nog een sessie. En half 4 s'nachts. Half 4 s'nachts is ook een sessie. Wacht, moment meneer Henk. 3:30 s'nachts, meiden, wacht even, dit wil ik weten. Leg uit, wie kan het me vertellen? Zeg maar. Gewoon omdat 3:30, dan als je dan gaat slapen, dan ben je helemaal tot rust, dan ben je helemaal zen. En dus dan dachten wij gewoon een yogales om 3:30, dan word je ook helemaal zen. En iedereen wou een yogales om in de nacht, dus toen dachten we gewoon, laten we gewoon in de nacht, gaan we wekker zetten of gewoon niet wekkeren? We gaan gewoon wakker blijven, ja. Want yoga is echt belangrijk voor de stimulatie. Darmen, armen, ja. Bloed, alles. Ja. Maar we mogen eigenlijk niet om 3:30 s'nachts naar buiten. Maar dat doen we stiekem. Dat doen we stiekem. Ja. Ja, maar dan moet je dat niet zeggen dat je het stiekem doet, hè? Want we zijn het nu aan het filmen natuurlijk. Ja. Oké, dus meiden, vannacht om 3:30. En dan nog om 3:30 in de avond. Nee, zeg dat in Nederland. Dus... Oké, zelfs tot 3:30 vannacht. Dus ik zou zeggen... Dit is hut 62. En als we daar eventjes naar kijken wat ze daar allemaal gedaan hebben, jongens. Daar staat een fantastisch mooie kerstboom. Linten met kerstballen erin. Een knuffel, een slee. Hey jongens, vertel eens. Hoe zijn jullie nou op het idee gekomen om gewoon toch echt die kerstboom daar neer te zetten? Ja. We hadden gewoon met het thema winter. Hoort eigenlijk bij kerst gewoon ook een beetje. En wat hoort bij kerst natuurlijk een beetje... De kerstboom en kerstboommuts hoort er gewoon bij. Ja, precies. En je dacht dat is winterwonderland, dus dan gaan we dat gewoon op die manier doen. En jullie zitten hier met z'n vijven in de hut? Met z'n elfen? Ja, maar er zijn andere kinderen zijn aan huis, maar wij blijven gewoon lekker hier. Oké, dus jullie blijven allemaal hier. Hey, en ik zie er nou ook nog een knuffel staan en zo. En voor wie is die knuffel dan? Ja, voor zusje. Oh, die knuffel is van jouw zusje. En kon ze die knuffel wel even missen dan? Ja. Dat was niet erg? Nee, was niet erg voor de... Maakt ook niet zo. Oké, hartstikke goed. Hé, maar dit ziet er fantastisch uit, mannen. En ik zie hier gekleurde lichtjes eraan hangen. Hut nummer 62. Dus ook daar kun je vanavond natuurlijk op stemmen. Want daar, wie heeft dan de mooiste hut, zullen we maar zeggen. We gaan het vanavond allemaal zien hier tijdens de Bonte Avond. Ik ga ze even vragen. Wie is het op het idee gekomen om die grote sneeuwman te maken? Mijn moeder heeft het op Pinterest gevonden en we dachten, die gaan we maken. Oké, super gaaf. En je moeder heeft hem dus helemaal zelf in elkaar gezet? Ja, ik heb het hoedje uitgekozen en mijn vader heeft nog even de dingen vastgezet op elkaar aan een paal en zo. Oké, en hebben jullie van binnen ook nog een beetje andere versiering in de hut zitten? Oh, wacht, ik loop even mee, want ze loopt deze kant op.
Oh kijk, er hangt hier ook nog een hele mooie slinger aan de voorkant met skis ervoor. En er staat hier ook nog een keertje Snowhut. En wat hebben jullie dan in de hut? Meneer Henk, ik kijk even binnen. Is even... Oh kijk, wacht even. Oh ja, oh, er hangt nog een soort van lampion achter. Een ijspegel, die moeten we nog ophangen. En een grote ijspegel. En hier ligt nog ook een dingetje. Ja. Oh, en dan vanavond slapen? Ja, zeker. En gaan jullie beneden of boven slapen? We gaan daar en daarachter, dus beneden. Oh, jullie gaan allemaal beneden slapen. En daar alle spulletjes. Oké, nou. Wederom een supergave hut. Hut nummer 55. Herkenbaar aan een mooie sneeuwpop bovenin. Deze meiden die zijn er even lekker bij gezitten. Zonnetje schijnt. En ja, je hoort het op de achtergrond al een nummer. In de categorie van dat interesseert me echt geen ene reet. Zitten jullie lekker, meiden? Ja. En wat wordt het vanavond? Slapen, keten of naar huis? Keten. Keten, ja? Nee, gewoon wakker blijven. Ja, dat is hetzelfde. Ja. Nee, maar nee. Nee. Ja, want ik bedoel, vorig jaar heb ik jullie hier ook s'avonds nog een paar keer over het veld heen zien lopen. Ja, dit jaar de hele tijd. Ja. Oh, dit jaar de hele tijd, dus nou, dan weten we dat alvast. Hou ze in de gaten, deze meiden. Ze gaan naar de bonte avond hier, naar het feest. Zij gaan lopen keten. Helemaal gezellig.